oordeel te komen, maar dat zwaarwichtig heeft vooral te maken met het feit dat dit een juryberaad is geweest waar altijd goed Indisch wordt gegeten. Daarom heb ik ook toegestemd om hier in zitting te nemen, want je wordt natuurlijk voor allerlei juries gevraagd, maar dit is voor mij een hele bijzondere. Maar goed, laat ik mijn flauwe grapjes achterwege laten en vooral beginnen met het noemen van de winnaars. Nou, de winnaars are Pietje Hofman met het verhaal Het doorgeefluikje. Marlies Hebzakker met het verhaal U heeft er recht op. En Robert Wever met het verhaal Mijn Indisch verhaal en Palita. Ik zou de winnaars naar voren willen vragen als ze aanwezig zijn